Hoi, welkom bij een nieuwe video. En dit is eigenlijk een video met van alles wat. Dus ik laat je verrassen. Ik zag dat er een rommelmarkt was en ik dacht, ja, daar wil ik toch naartoe. Dus we zijn er inderdaad samen met André ben daarheen gegaan. Ik ben op een rommelmarkt in een hele grote sporthal. Zoals je kan zien. Kijken wat het mij gaat brengen. Nou, dit was de eerste rommelmarkt in tijden. Dat viel een beetje tegen, maar goed, het is wel wel een beetje opge, weet je wel. Dat, oh, wel leuk om te kijken, maar ik zag niks. Allemaal nieuwe meuk. Het is toch niet zo leuk. Het was in zo'n hele grote sporthal. Daar betaal je entree, maar uiteindelijk vond ik het ook weer niks. Maar goed, het was lang geleden dat ik weer in zo'n leuke rommelmarktomgeving was. Dus ik dacht, nou, laat me maar verrassen. Nou, uiteindelijk niks gevonden, maar ik vond het wel even, ja, even ophalen en blazen. Dat heb ik wel even gedaan. Maar verder, nou, nee, uiteindelijk niet. Maar, wat heb ik ook gedaan? Ik heb eindelijk het hoekje aangepakt. Waar ik dacht van, ik vind het altijd zo lelijk. De radiator, ik had het gewoon, ik vind het zo'n lelijk iets, weet je wel. Of je moet ze gaan vervangen door hele mooie oude, maar we hebben zo'n ombouw eromheen gemaakt. En we altijd samen, André maakt het dan helemaal en ik ga hem dan schilderen. En ik vond het heel mooi plaatje. En je ziet het, voilà, het resultaat is fantastisch. De vaas heeft eindelijk een plekje gekregen, de mooie radiootje heeft een plek gekregen. En ik ben ontzettend blij met het eindresultaat. Ik werk wel vaker met House of Biloca samen en deze keer ook weer voor een samenwerking. Voor looks, een outfit post. En ik dacht, ja, ik ga deze doos met jullie even unboxen. Want het is eigenlijk allemaal een beetje voor de feestdagen. Dus het is allemaal een beetje kleding met een feestje. Dat je nou in ieder geval wat je naar een feestje kan dragen. Elke dag is feest. Dus het zijn dingen die ik gewoon elke dag kan dragen. En wellicht kan ik je daarmee inspireren. Dus ik ga met jullie samen even dit openmaken. House of Biloca is een website voor grotere maten. En maar zij zitten echt in het hoge segment. Echt prachtige kwaliteit van personen van Marina Rinaldi, Elena Mero, Lee Wrangler. Echt allemaal echt, ja, gewoon duurdere dingetjes. Mooie kwaliteit, mooie stoffen. Dus als je een keer op zoek bent, ga daar even een kijkje nemen. Ik heb 3 sets uitgekozen voor outfits die een beetje feestelijk zijn. En je ziet het al mooi rood. Kijk even hoe fantastisch. Een blouse met inderdaad die ruffles. Nou, op beeld is het echt schitterend. Het is feller dan het echt. Maar hoe mooi is het. Ja, ik zit het al vast te houden, want hier zit dus geen knoopje. Maar Edith kennende gaat het wel weer zo dragen. Dus ik doe daar of een mooie broche, denk ik. Maar kijk even hoe leuk. Deze blouse is trouwens van Georgedi. Zeg maar even niet. Maar mooie, ja, hele mooie blouse. Had ik die ook in het zwart. Maar ik heb hem juist gekozen in het rood. En ik heb een hekel aan om rood met zwart te combineren. Dus wat heb ik erbij uitgekozen? Een hele mooie beige pantalon. Kijk even hoe gaaf dit is. Want je versterkt gelijk het rode. Ik blijf erop hameren. Dat is iets wat ik continu doe. Eigenlijk rood met een camel inderdaad combineren. Dit is een broek van Verpas. Dat is een Duits merk. Ik ken het eigenlijk al heel lang. Heb ik nog nooit iets van aangetrokken. Aangetrokken. Jawel, ik ken het merk heel goed wel. Maar ik heb nooit iets daarvan gedragen of gepast. Hele mooie, simpele, klassieke pantalon. En dit met mooie rode laarsjes of zo. En dan met die blouse erbij.
Fantastisch, die super classy. Maat 50 heb ik hier wel gekozen. En er zit ook wel ergens de maat. Dus, en ja, het is natuurlijk een Duits merk. Vaak valt het wat ruimer. Deze niet. Deze zit wel echt heel erg mooi fitted. Maar het is inderdaad gewoon een heel recht model. Bijna een soort, ja, tussen een legging en een pantalon in eigenlijk. Maar heel erg mooi. Samen met dit vond ik het wel echt een super mooie combinatie. Oh, en een feestjurk is natuurlijk altijd leuk. En dat vind ik toch ook wel vaak leuk in het zwart. Kijk hoe cute. Deze is van Studio 8. Ook een heel erg mooi merk. Als je nog niet hebt gekeken op de site, ga even kijken, want ze hebben echt hele mooie dingen. Het is inderdaad ook dit merk. Maar kijk hoe cute dit is. Met pareltjes afgezet. Het is eigenlijk een heel classy, tijdloos item. Dat waren die andere items ook. Ik ben altijd van investeren naar de mooie spullen. En er zijn toch ook vaak wel wat tijdlozere items. Maar kijk, mooi naar een beetje transparante mouw. En voor mij ook een lang genoeg jurk. Die inderdaad tot rond bijna bij mijn knie, iets over de knie is. Hoe leuk is dit? Dus inderdaad heel classy, mooi met hoge laarzen of juist met een mooi hakje. Ja, gewoon eigenlijk een tijdloos jurkje. En ja, ik ben heel benieuwd hoe dit zit. Oh, weet je, ze ook nog heel schattig vindt. De knoopjes zijn inderdaad met dezelfde stof bekleed. Dat maakt het even wat rijker. En dan heb ik ook nog set nummer 3. Oh, fantastisch. Kijk even, kijk even. Oh, deze kleurcombinatie. Ik werd helemaal gek. Dat rood met een panter en ook nog ecru en camel. Nou, hoe gaaf is deze trui? Eigenlijk ook wel heel tijdloos, want leopard komt altijd terug. En eigenlijk dit jaar hebben we niet veel dierprints gezien. Maar ik vind het wel, ja, het blijft gewoon heel erg mooi. En kijk even hoe mooi deze mouw is. Dus eigenlijk, ja, je zou zeggen het is een casual trui. Maar die kan ook heel erg gekleed zijn. En deze combineer ik dan met een hele mooie satijnachtige broek. Deze is ook van, oh nee, dit is van Persona van Marina Rinaldi. Super mooi broek. Ja, mooi glansstofje. En dat is gewoon ook heel erg leuk met stoere boots. Maar ook kan je dit doen met mooie hakjes eronder. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga combineren. Maar het is wel echt heel stijlvol. Zeker in combinatie met dit. Zo zie je dat je net, hè, feestelijk, casual, loopt eigenlijk allemaal door elkaar. Het gaat er niet om wat je draagt, maar hoe je het dan ook draagt. En dat maakt het feestje. Dus wanneer je dit met hakjes of mooie sieraden, dan is het al heel snel feestelijk. Doe je dit downdressen met, ja, met stoere boots en met, ja, gewoon, weet ik veel, een groot vest of zo erover. Heb je een hele casual look. Ik zou zeggen, fashion is fun. Ik ga snel een feestoutfit hiervan maken, mooie foto's van maken. En ik ben heel erg blij met die spulletjes. Dus mooie kwaliteit en mooie, ja, mooie stofjes. Dat is toch wel waar ik de laatste tijd steeds meer op aanga, zeg maar, om en blij van word. En veel steeds meer tijdlozere dingetjes. Nou, ik hoop dat jullie deze rommelige video een beetje leuk vonden. En ik zou zeggen,